Wat vind jij nou eigenlijk van die VAR? Het is dubbel. Kijk, aan de ene kant denk ik het is eerlijker. Dat zou het moeten zijn. Maar het stukje aantrekkelijk van het voetbal denk ik dat je wel mist daardoor. Maar ik kan me wel voorstellen bij een miljoenenwedstrijd Champions League, dan kan ik me voorstellen dat je zo'n VAR gebruikt. Ik denk ja, in Nederland, ik zou het leuk vinden als we het niet gebruiken. Maar goed, dat is de keuze van de KNVB. Maar leg eens uit, die aantrekkelijkheid, waar zit het dan in dat het minder aantrekkelijk maakt? De ene keer zal die bal net over de lijn zijn en de andere keer niet. En ik denk dat dat de charme is van voetbal ook. Dat je de ene keer geluk hebt en de andere keer niet. Vind jij ook dat kleinere ploegen zoals ADO erin benadeeld worden? Nee. Want die VAR, de beelden liegen niet. Dus in dat opzicht word je niet benadeeld. Alleen de charme, dat de ene keer dat je geluk hebt en de andere keer niet. En daar hou ik persoonlijk van als ik voetbal kijk. In dit soort wedstrijden, in Nederland gebruik ze gewoon de VAR en ik vind het prima. Even terug naar de wedstrijd, want de uitslag is een beetje geflatteerd naar mijn mening. Vond jij ook dat er vandaag veel meer in zat, met name in de eerste helft? Nou ja, ik denk vooral de eerste 30 minuten speelden we gewoon een goede pot. Er komen 1-0 voor, maar op een gegeven moment dan geef je toch iets kleine ruimte weg en dan tikken ze het gewoon goed uit. En dan krijg je een penalty tegen, wat zonde is en dan wordt het lastig, maar dan zit je nog steeds in de wedstrijd. Maar bij 3-1, toen was het wel. Dat mag niet gebeuren, maar dan zag je wel dat het klaar was. Nederlaag tegen Ajax, dat kan dus, maar jullie maken het wel spannend voor jezelf zo. Hoe bedoel je spannend? Nou, het is heel dicht bij elkaar onderin. Ja, alles staat dicht bij elkaar. Dus dat is zeker spannend. En volgende week een hele belangrijke pot, dat is de Graafschap. En dat is voor ons super belangrijk natuurlijk. Nog één ander dingetje wat me opviel: geen geel tegen Ajax. Nee, dat klopt. Daar ben ik ook blij mee. En ik denk dat ik geen overtreding heb gemaakt ook. Persoonlijk het positieve gedeelte dan, ja, tegenwoordig. Die Dolberg, die had je best wel lekker in de tang volgens mij, hè? Ja, op zich wel, vond ik ook. Ja. Maar ja, je kan dat niet zeggen als je 5-1 verliest, staat een beetje raar. Maar we hebben leuke duels uitgevochten en het was gewoon prima. Nu nog van het zonnetje genieten of? Nou ja, ik weet niet. Ik ga lekker denk ik thuis lekker op het bankje liggen, ja.